De wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus heeft op verschillende manieren gevolgen op onze samenleving en ontregelt het publieke leven op een ingrijpende wijze. De voorzorgsmaatregelen om de pandemie te bedwingen kunnen van velerlei aard zijn. Sommige van die noodzakelijke maatregelen zijn zelf desastreus voor bepaalde groepen mensen. De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Nusselim, heeft in dit kader op Orange Day, donderdag 25 juni, de aftrap gedaan van het project Gender-Based Violence Interventions in Response to COVID-19 Measure via een Zoom-meeting. Zoals u weet, zitten we nu in een heel uitdagende tijdperk waarbij alles wat de klok slaat sowieso is COVID en alles wat eromheen draait. En als we kijken, niet alleen nationaal, maar internationaal, zien we dat de cijfers van huiselijk geweld in deze periode, want we weten er is lockdown, partiële lockdown, complete lockdown. Mensen die zijn binnen, die blijven, moeten binnen blijven voor hun eigen veiligheid, gezondheid. En dat heeft ook gevolgen. Dat heeft gevolgen op het gebied van huiselijk geweld, zien wij een toename. Laat mij daar direct bij vermelden dat in Suriname wij bezig zijn de cijfers allemaal nog te updaten. Uit een verklaring van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten, Michelle Bachelet, blijkt dat het aantal gevallen van huiselijk geweld in Brazilië tijdens de lockdown met 50% is toegenomen. In Argentinië was zeker de instelling van de quarantaine de toename 60%. Ook door Europese landen worden dergelijke meldingen gedaan. We weten sowieso dat het een bepaalde trend is. Jammerlijk wel. Maar het is zo. Maar hij kan niet bij de pakken neerzitten. Dus wij hebben met de verschillende stakeholders nu een meeting. Een Zoom-meeting, UNFPA, UNDP, ministerie van Justitie en Politie. Verschillende NGO's. Waarbij er dus gegeven deze informatie, gegeven deze feitelijkheden, willen wij komen tot wat ze noemen een referral pathway. De bedoeling is om met die referral pathway de mogelijkheid te bieden aan zo'n slachtoffer om op een efficiënte wijze een begeleiding te krijgen. By the way, vandaag is 25 juni, dus ik wil ook vanuit deze plaats Suriname feliciteren met deze dag. Deze dag waarbij wij dus Orange Day steeds gedenken en dat is gewoon simpel, we kleuren de omgeving. Oranje, internationaal is die kleur gekozen om daar te tonen dat wij tegen elke vorm van huiselijk geweld zijn. En we gaan alles eraan doen om dat tot een nulpunt te brengen. De financiële middelen voor dit project komen uit het Engender-programma die verkregen zijn uit het Canada Fonds. Het gaat om het bedrag van $25.000. Gedurende het hele proces van de totstandkoming van dit project hebben de betrokkenen elkaar niet of nauwelijks face-to-face gesproken. Alle overlegmomenten vonden digitaal plaats, telefonisch, per e-mail en via Zoom. Het Onderdirectoraat Onderzoek Informatie en Kadervorming van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken continueert capaciteitsversterking middels e-learning. Ruim 84 stafleden, personeelsleden en jeugdvertegenwoordigers namen deel aan de trainingen die verzorgd werden door de Junior Chamber International Suriname, GCI, via het platform Zoom. Deze week zijn we gestart met een training in time management. En in juli zullen we een training hebben in projectmanagement. Deze trainingen die zijn bestemd voor onze personeelsleden, maar ook voor onze jeugdparlementariërs en ons jeugdkorps. En onze beleidsdoelen, een van de beleidsdoelen van het Onderdirectoraat Onderzoek, Informatie en Kadervorming is capaciteitsversterkingprogramma's aanbieden. Dus vandaar dat we gestart zijn en we zijn van mening dat met capaciteitsversterking het een van de, is een doorslaggevende factor om succesvol te kunnen zijn. Wat het ministerie wil bereiken,
belangrijkste is dat we ervan bewust zijn dat het personeel super belangrijk is binnen een organisatie. Eigenlijk is je personeel je belangrijkste resource asset, toch? De belangrijkste mensen heb je nodig. Je hebt nodig de mensen nodig om je organisatie te kunnen succesvol te kunnen draaien. Dus wij zijn van mening. Ons doel is dat je het personeel tools wil aanreiken dat ze zowel op hun werk kunnen toepassen, maar ook op hun privé kunnen toepassen. Dus bijvoorbeeld time management is een hele simpele, maar heel praktische training. Dat we tot nu toe hebben gehoord van de mensen dat het heel praktisch voor ze is om ook thuis toe te passen. Dus dat is ons doel, dat de mensen zich versterken en tools krijgen. En wij zijn van mening dat als je investeert in jezelf, als je investeert in je personeel, dat je intern als ministerie sterker wordt en dan kan je gezamenlijk ook de doelen van het ministerie bereiken en ook sterker je diensten aanbieden naar de gemeenschap. Dus dat is ons doel. Voor mij was het heel erg leerrijk, heel erg interessant, zeer refreshment. En we zijn 100% ervan overtuigd dat het zal zorgen voor de nodige efficiëntie van het uitvoeren van het jeugdbeleid. Vooral hoe ik op het afdeling projectvoorbereiding ben, daar worden de plannen gemaakt. En hoe we die training nu hebben gevolgd, kunnen we beter plannen. Time management helpt ons om de doelen die we nastreven als organisatie, om dat heel nauwkeurig uit te voeren, om heel efficiënt te werk te gaan, zodat de nodige doelen bereikt worden. De training zou ik binnen mijn dagelijkse werkzaamheden goed kunnen toepassen, omdat voorheen werkte ik dus niet met een tijdsplanning en dus dan gingen gewoon dingen door elkaar. Of op het werk ook. Ik ging dingen niet schedulen, werkzaamheden niet schedulen, maar door de training gevolgd te hebben, heb ik dus ervaren hoe belangrijk het is als je een tijdsplanning maakt. Daardoor kom je nooit meer in tijdnood of in tijddrang. Dus alles wordt dus wordt op tijd afgerond. Voor het dagelijks leven vooral. Het is ook een stukje discipline als je dat kan doen. Want je hebt 24 uur en je moet het goed weten in te plannen, zodat je uit kan komen. Dus vooral voor ons afdeling is dat een pluspunt. Andere collega's zou ik zeker willen aanraden om de training ook te volgen. Omdat ik denk dat het sowieso ook een beter impact zal hebben binnen hun dagelijkse leven. Wat ik aan mijn collega's zou willen aangeven, is dat ze allemaal participeren om de training te volgen. Of je het nou eerder gevolgd hebt. Niets is nooit te veel. Dus ik zou ze allemaal aanraden om de training te volgen. Het streven is om meerdere trainingen aan te bieden en steeds meer personeel met de trainingen te accommoderen.